Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag is het maandag en het is echt super vroeg. Iedereen slaapt bij ons en ik moet naar een afspraak van mij in Maastricht. En Maastricht is voor mij tweeënhalf uur rijden. Dus wens me heel veel geluk. Ik ga even een glas aanbrengen. De lippen voelen veel te droog aan. En ben even koffie aan het maken. Want as you know, ik kan niet zonder koffie uit huis. Dit past er net onder. Doen jullie dat ook? 100 keer kijken of de... Nee, ik moet nog 2 uur en 35 minuten. Dus dat is goed, want gisteravond was het 2 uur en 32 minuten. Dus dat betekent dat er op dit moment nog geen files zijn. Snap jij? Oh, het is echt... Ik heb het zo koud ook. Ik zit echt te denken, zou ik alleen deze warme koffie meenemen of zou ik ook koude koffie meenemen? Nee, eigenlijk hoeft dat niet. Ik haal wel straks wat bij de tankstation. Of... Oh nee. Ik neem wel mijn koffiebroodje mee die ik voor gisteren had gekocht, maar niet heb gegeten. Anders zonde, anders wordt die hard. Ja, ik laat jullie ook even snel zien wat ik aan heb. Ik heb een zwarte mega grote hoodie aan. Ik heb een legging aan. Oeps. Die eigenlijk zo van achter open is. Maar ik maak hem. Ja, ik draai hem altijd om. Dan heb je die slag, zeg maar, hier aan de voorkant. En deze hier is. Deze bag van Chanel. En deze muts van Fendi. En ik trek een lange blauwe coat aan. Oké, jongens, ik ben terug van mijn afspraak. Zo, wat een reis heb ik achter de rug. Het is nu 1:15 in de middag geweest. Ik ben sinds, weet ik niet hoe laat, uit huis. Nou, ik ben ongeveer 5 uur in totaal onderweg geweest in de auto. Maar het is allemaal gelukt. Plus, ik heb deze mappen. Want ik ga nu naar mijn boekhouder. Ik ga aangifte doen, btw-aangifte. Ik haat het. Maar zoals jullie in mijn vorige video hebben gezien, of die video daarvoor, ben ik echt keihard bezig geweest om dit allemaal goed bij elkaar te halen. Lekker thuis en lekker pantoffeltjes aan. Oh my god, Zane en Arda, jullie hebben een cadeautje gekregen. Van een hele, hele, hele lieve dame. Van House of Crafts. Van je auto. Ja. Ja, ga maar openmaken. Kijk. Kijk hoe leuk. Wie is dat? Gaan we eruit? Wacht, gaan we eruit? Oh, wat is, wat is dit? Oh my god. Wat is dit? Vind je dit mooi? Ja, deze. Ja, deze vind je ook nog mooier, hè? Deze. Oh, die ook. Yo, wij leven vandaag op woensdag. En ik ben hier in mijn slaapkamer. Jongens. Terwijl ik mijn yoghurt ga opeten. As I told you, ik ben op gezonde toer. Zogenaamd. Nee, grapje. Ik ben echt op gezonde toer. Ik drink elke dag verse smoothies. Ik heb tot nu toe zelf geen smoothie gemaakt, hoor. Ik heb ze gekocht bij de AH. En nu heb ik dit. En daarnaast eet ik ook, zeg maar, gezond. Wacht, mijn mama belt mij. Allee. Pak hem. Nou, dat was mijn lieve mama. Ik had laatst een foto van mijn moeder gepost op mijn Instagram. Oh my god. Ik heb zoveel lieve reacties daaronder gehad. Dat is gewoon niet normaal. Wat een liefde allemaal. Echt niet normaal. Ik ben binnen de tosti aan het eten. En ik ben dit aan het eten. En ik heb ook vanochtend goed ontbeten, by the way. Dit pakketje heb ik vandaag ontvangen. Dit is van...
Belaya Women's and Fashion. En hier sta ik ook erop. Ik had met een tijdje geleden een fotoshoot. Super lieve dames. Echt niet normaal. Maar het is grappig om mezelf te zien op deze flyer. Het is sowieso heel grappig om mezelf ergens terug te zien. Maar we hadden die dag echt een hele leuke shoot. Super leuke dames. Het was gewoon een leuke team. En ik heb van hun een paar dingetjes ontvangen waar ik heel blij mee ben. Ik ga het even aan jullie laten zien. Ik heb hier een lange jurk. Kijk hoe mooi deze is. Hij is wel heel lang. Maar hij is wel echt leuk. Voilà. En ik heb twee t-shirtjes ontvangen. Wat nu heel erg in is. Met van die rechte schouders. Een witte. En of course mijn favorite color. Zo'n beige. En deze kun je heel leuk in een rok doen. Of over een spijkerbroek of whatever. Je kunt hem op verschillende manieren combineren. En dan gaan wij over naar de Zara doos die ik heb binnengekregen. Ik vind het super irritant dat we tegenwoordig als je iets bij de Zara bestelt en er zijn meerdere producten, dan krijgen ze geleverd in ja, verschillende dozen. Maar ik heb gehoord dat komt dat. Ik kan niet meer worden. Dat komt dus door dat ze het vanuit verschillende winkels opsturen. Aan de andere kant denk ik, ja, er zit wel logica in aangezien winkels dicht zijn. Ik heb nu mijn eerste doos binnen van de 5 dozen die ik moet krijgen. Alles wat ik jullie nu laat zien is van de sale. Ik heb hier een leuke jurk. Een soort van t-shirt jurk. Ook in mijn favorite color. En dan heb ik hier zo'n lange rok. Donkerblauwe rok. Kijk, zo is die. Ook, ja, het is eigenlijk zo'n maxi skirt, zeg maar. En dan hebben we hier een body. Ik heb zelf deze body in een blauwe en in een witte kleur. En ik zag dat deze in de sale was, dus ik dacht, mooi meegenomen. Dan haal ik ook gelijk een zwarte erbij. En wat ik hier heb, is een legging. En ik zie gewoon dat deze in het echt veel mooier is dan op de foto's. Hier aan de zijkant heeft hij zo'n opening. En deze legging heb ik dus met dezelfde hoodie. In dezelfde kleur. Alleen ik heb hem nu niet geleverd gekregen. Dus dan laat ik jullie dit eventjes zien. En zodra die hoodie binnen is, laat ik het jullie ook wel zien. En ik heb hier nog een doos. En dit zijn spulletjes voor Arda. Daar heeft hij ook de eerste doos van binnen gekregen. Zo'n jogger en zulke shorts. Zulke shorts. Ja, Arda die is 4, bijna 5. Maar ik ben dus van Zara. Ben, zeg maar, ik zit niet meer te shoppen voor Arda onder het kopje baby's. Nu zit ik zeg maar voor hem op leeftijd 6. Terwijl hij eigenlijk 4 is, bijna 5. Maar ik merk gewoon dat dat gewoon veel lekkerder en veel beter zit qua pasvorm. En het heeft niks te maken met dat Arda te groot is voor zijn leeftijd. Dat niet. Maar het heeft te maken met dat Zara gewoon veel kleiner uitvalt bij de kinderen. En daar ben ik dus pas laatst achter gekomen. Dus Arda en Zane hebben dan ook nu niet meer zelf de kleding van de Zara. Dat vind ik ook wel echt leuk. En is nou mijn beeld vies of is mijn... Oh nee, niks aan de hand. Jullie zien dat puntje niet. Ik ga snel omkleden. Nou ren ik uit huis. Eigenlijk... oh ja, en ik heb nog iets binnen. Laat ik jullie even zometeen ook zien. By the way, sorry als ik aan het smakken ben. Normaal doe ik dat niet, maar mond vol en praten gaat echt niet samen. Oké, ik ga omkleden. Ciao. By the way, waarom zou ik omkleden? Ik ga lekker naar mijn mama toe. En als ik daar in mijn pyjama aankom, gaat ze helemaal gek worden. Want ze houdt niet van als ik loop met een pyjama in huis. Ik mocht dat nooit van mijn moeder. Maar ik heb zoiets van, ja, wat ik nu aan heb, het voelt zo lekker. Het is zo leuk. Dit setje. Ik ben hier ook heel blij mee. Kijk. Van dichtbij. Dus ik heb mijn muts aangetrokken. En ik trek gewoon mijn sneakers aan. En een lange jas aan. En ik ga zo de deur uit. En ik laat de kinderen ook lekker in hun huispakjes. Dus dat. Ik ga gewoon lekker zo uit huis. Dus ik ga ook niet omkleden.
Ik heb jullie dit nooit laten zien, maar even serieus. Ik heb hier zoveel dingen staan. Die ik helemaal niet gebruik. Dit is by the way mijn fave parfum. En dit is ook mijn fave parfum. Deze heb ik in Saudi-Arabië in Riyadh gekocht. Dit is ook een van mijn fave parfums van Armani Privé. Deze gebruik ik samen met Moes. En deze heb ik laatst aangeschaft van Bondi Sands. En deze heb ik laatst aangeschaft. Je krijgt hier een hele mooie kleurtje van. Hier heb ik, weet ik veel, iets van La Mer die ik amper heb gebruikt. Wat super zonde is. En ik heb, dit is nog zogenaamd opgeruimd van mij. En ik heb zoveel parfums in mijn badkamer staan. En ik heb hier ook allemaal verschillende parfums staan. Deze heb ik, by the way, van Yves Saint Laurent van zijn tuin toen ik in Marrakesh was. Ik weet dat er heel veel mensen erop tegen zijn, want er zijn heel veel verhalen verspreid over Yves Saint Laurent. Dat die kinderen misbruikten en zo. Dit is ook een van mijn favoriete parfums geworden. Vroeger, wanneer ik dit rook, rende ik echt keihard weg. Maar sinds dat ik kinderen heb gekregen, is mijn parfumsmaak helemaal veranderd. Ik hou nu echt van hele kruidige parfums. Deze vind ik ook, by the way, super lekker. En weet je, ik ga wel een keer een video opnemen wat mijn lievelingsparfums zijn. En waarom en welke niet meer, bla bla. Kijk, vroeger bijvoorbeeld was ik echt fan van La Vie Belle. Maar nu als ik dit ruik, oh, ren ik gewoon keihard weg. Ik ga dit ook, denk ik, hij is bijna op. En als mijn nichtjes hier komen, spuiten ze hem altijd. Dus daarvoor heb ik dit ook gelaten. Kijk, dit is ook een parfum die ik vroeger gebruikte van Elisabeth, Le Parfum. Maar deze vind ik ook echt niet meer lekker. Ik vind hem veel te zoet. Oké, nu praat ik alleen maar over parfums terwijl ik de deur uit moet gaan. Oh my god. Oh my god. Ik heb 2 dagen geleden iets bij de H&M besteld en het is nu al binnengekomen. Hoe dan? Echt, ik heb hier een rode jurk. Die was super erg afgeprijsd. Super mooi. Ik post er van nu een foto in beeld. Dan kunnen jullie hem zien. Dan hoef ik hem niet uit te pakken. En precies dezelfde jurk, maar in een andere kleur. En ik heb nog een andere zwarte jurk. Deze is ook heel erg leuk. Met van die stippeltjes erop. En ik heb hier nog zo'n plofjurk. Ik noem het gewoon een plofjurk. Maar dit is ook een hele leuke jurk. Hier post ik ook een foto van in beeld. Ik heb alles in de maat XS. Wees er snel bij, want ze hebben echt een mega korting hierop. En ik ben zo blij dat ze zo snel zijn binnengekomen. Waar gaan wij heen? Naar oma. Oma Apeldoorn. Naar oma Apeldoorn. Ja, hè? Ja, ik zeg altijd oma Apeldoorn. Ik kan niet wachten totdat Zane ook uit zijn luiers is. Oh my god, I can't wait. Echt... Zeen, beloof je dat je binnenkort gewoon je luiers gaat verlaten? Ja. Thank you. Oh. Ja, Arda, jij gaat ook trouwen als jij groot bent. Ik wel? Jij zegt, met wie ben jij getrouwd? Ik heb je net uitgelegd dat ik met papa ben getrouwd. En ja, jij gaat wil, ook... Ik wil bij jou de hele dag heel veel keer slapen. Wil je bij mij slapen heel veel keer, de hele dag? Oké, maar als je getrouwd bent, moet je toch met je vrouw samenwonen? Nee. Wil je dat niet? Zane wel, hè? Ja. Ja, Zane zei, ik wil wel trouwen. Zane, ga je trouwen? Ja. Als je groot bent, met wie? Mama. Met mama, hij is zo lief. Kom, high five. Ik ook met mama. Oké, ga jullie allebei met mij trouwen? Ja. Ja? Pus! Dat is heel lief van jullie. Gaan we lekker spelen. Ga je ook lekker spelen? Gaan we lekker spelen. Dat doe jij heel goed. Handjes wassen, want... Wat is er buiten? Corona. Goed zo, wacht. Hey jongens, ik ga helemaal stuk. Ik kom hier binnen en mijn moeder zegt tegen mij... Mali, zie je niks aan mij? Ik zo, wat? Zegt ze, ik ben 3 kilo afgevallen. Oh my god, mijn moeder is bijna 70 en ze zit toch af te vallen. Ze zegt, ja, ik ben begonnen met welke dieet? Keto. Keto dieet of zo. Ik ken het, ja, ik heb wel eens gehoord. Maar zij is dus begonnen daarmee. Ze zegt, het is van een Amerikaanse arts en het is een hele goede dieet. En ik ben 3 kilo afgevallen en ik ben heel erg blij. Maar ik moet er zo hard om lachen, zo schattig. Ik krijg allemaal tips. Ik mag geen kraanwater en ik moet niet afvallen van mijn moeder. Maar ik moet biologisch en gezonder gaan eten. Ik moet deze spa blauw drinken. En ik moet aan de appelazijn van haar. Daar moet ik citroen bij nog
En een halve theelepel van die. En één theelepel die. En dan citroensap. Ik ga stiekem aan mijn moeder. Wat is er? Wat is er? Wat is eeuw? Nee. Hoezo? Ik vind het lekker. Wat vind jij niet lekker? En mijn moeder heeft zelf brood gebakken. Dit is een speciale brood. Oké. Nu krijgen wij te zien waarmee je die brood kan maken. Oké, dan heb je dit nodig. En heb je dit nodig, amandelmeel. Heb je kokosmeel nodig. En gebroken lijnzaad. En daarmee kun je dus zo een keto brood maken. Ik moest even dit allemaal met jullie delen, jongens, van mijn moeder. Ik hoop dat jullie dat meenemen. En eerlijk, ik moet echt heel eerlijk toegeven, deze is echt wel super lekker. Echt niet normaal. Dit is zo lekker, zonder grap. Jongens, wat ik jullie ook even wil laten zien, is iets wat voor mij heel erg waardevol is. Deze set. Deze servies set. Dus dit, met allemaal dit hierachter. Dit heeft mijn vader ooit voor mij gekocht. En dit is ook de enige, naast een andere servies set, wat wij dus heel hebben kunnen houden. Omdat dit dus bij mijn oma lag. Wat wij dus allemaal thuis hadden in ons eigen huis is allemaal verloren gegaan helaas. Dus ook alle herinneringen, foto's, alles, allemaal knuffels, alles. Alles wat mijn moeder opzij had gelegd. Maar dit is dus wel heel gebleven, omdat mijn oma dit van mij had bewaard. En waar ik heel erg blij mee ben. Toen ik 6 maanden oud was, heeft mijn vader dit voor mij gehaald voor als ik later groot ben of was. En dit heb ik dus nu naar Nederland gehaald en het ligt bij mijn moeder. Dit is de volgende servies set. Deze heeft dus mijn vader ook voor mij gehaald. En dan heb ik ook hier nog een set. Deze heeft mijn moeder voor mij gehaald. Met het gedachte van als Malika gaat trouwen. Dat kennen jullie vast wel. Dat je mama of je papa dingen opzij gaat leggen en dingen gaat sparen voor als je gaat trouwen. Nou, ik heb dit dus nooit mee naar huis genomen omdat ik dit niet vond passen bij mijn interieur. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik waarde hecht aan dit soort dingen. Natuurlijk hecht ik hier heel veel waarde aan. Maar in onze volgende woning gaat dit sowieso mee. Dus dit bewaar ik allemaal. En zo'n vaas. Kijk hoe schattig deze is. Het is 3D. Als het goed is, is dit van gerecycled goud gemaakt. En het is handgemaakt. Zulke vaasjes. Het is zo klassiek, jongens. Het heeft zo'n klassieke looks. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee dat ik dit soort dingen heb. Misschien kan ik dit later aan mijn eigen kinderen doorgeven. En ja, vooral dat het van mijn moeder en van mijn overleden vader komt. Kijk, ik ben thuis. Ik ga even zalm in de oven doen. Super makkelijk recept, maar wel echt mijn lievelingsrecept. Wat heb je nodig? Sojasaus naar keuze. Wat kruiden. Ik heb hier gemixte kruiden. Dus ook kruiden naar keuze, maar sowieso wel zwarte peper en zout. En olijfolie naar keuze. Ik heb hier een olijfolie met knoflooksmaak. Heb ik laatst gehaald door een vriendin van mij. Maar normaal gebruik ik een normale olijfolie. Dat is ook goed. En wat ik dan doe is gewoon een kommetje pakken. Nou ja, zo ziet het eruit. Je dept je plakje zalm erin. Zo. En leg hem in je ovenschaal. Ik ga denk ik rijst maken. Of zou ik dingen doen? Ik weet het al. Ik ga macaroni bij doen. Is lekker toch? Ja, hebben we rijst? Ja, we hebben ook rijst. Rijst is lekkerder toch? Of heb je zin in macaroni? Bij zalm? Ja. Rijst is lekkerder? Mm. Ja, waar jij zin in hebt. Ja, rijst. Ja? Zal ik Turkse rijst maken of basmati rijst? Ik maak wel Turkse rijst. Deze twee gaan we mixen.
Oh my god, jongens, de avondklok gaat in. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het echt steeds gekker worden. Ik denk dat dit jaar gewoon echt zelfs moeilijker gaat worden dan 2020. En ja, ik weet niet. We leven in zulke rare tijden. Echt. Ik weet ook niet meer wat ik moet geloven. De hele vaccin en zoveel meningen, zoveel verschillende verhalen die je leest. Ik ben sowieso niet een persoon die één kant van media gelooft. Dus met andere woorden, als er iets naar buiten wordt gebracht, dan kijk ik eigenlijk een beetje wat heel veel verschillende landen erover zeggen. En dan merk je toch wel dat de ene land er, dat het, ja, de ene land brengt het anders naar buiten dan bijvoorbeeld Nederland. Of Nederland zegt weer wat anders dan bijvoorbeeld Rusland of Turkije of Amerika of whatever. En ook over de vaccinatie, weet je, er zijn zoveel verhalen die rondgaan. Maar ja, het lijkt wel gewoon alsof, dan heb ik het over mezelf, dat mijn, hoe meer ik erover lees, hoe meer ik me erin verdiep, hoe gekker ik word. En as you know, ik ben sowieso zo'n complotdenker, dat zeg ik altijd. En ik vind het helemaal niet erg om zo op YouTube daarover te praten. Het is gewoon wie ik ben en waar ik in geloof. En ik geloof nogmaals, voor de mensen die mij vorige keer hebben zitten uitlachen, ik geloof ook in aliens. Ja, ik geloof dat er aliens op de wereld zijn of dat ze bestaan. Los van het geloof of whatever. Maar ja, ik weet niet. Ik wil me niet meer er te veel mee bezighouden. Want ik ben een persoon dat als ik iets lees, dan wil ik ook echt gewoon alles erover weten. Dan kan ik uren dingen gaan lezen en opzoeken, lezen en opzoeken, lezen en opzoeken. De hele tijd, soms kom ik zelfs Spaanse artikels tegen of Franse artikels. Dan ga ik dat kopiëren en plakken bij Google Translate naar Nederlands. En ja, zo ver kan ik dus gaan. Maar op een gegeven moment moet je er ook een soort van een punt achter zetten. Want anders... Ja, ik weet niet. De ene dag denk ik, ja, misschien ga ik mezelf laten vaccineren omdat ik anders niet meer normale leven kan leiden. Andere kant denk ik, nee, ik ga me echt niet laten vaccineren, want straks verander ik in een, weet ik niet wat. Oké, laten we erover ophouden. Ik kan er uren over praten, maar dat moeten we niet gaan doen. Ik heb van de week dus dit pakketje ontvangen van House of Crafts. Kijk hoe lief, zo'n lieve berichtje. Hi babe, je lanceert gewoon bijna je tweede brand. Besef, you did it, mashallah. Je mag echt trots zijn op jezelf. Heb er nog iets moois bij gedaan voor je. Hoop dat je het mooi vindt. Liefjes, dankjewel lieve schat. Zij is zo lief. Hun zijn zo lief. Het zijn twee zussen. Ze waren hier bij mij thuis toen ze mijn huis gingen versieren voor mijn verjaardag en voor de verjaardag van Zeen. Ze zijn zo creatief. Dat is gewoon niet normaal. Kijk hoe gaaf dit is. Dit is zo leuk voor op mijn bureau straks. En ze hebben ook nog dit voor mij gemaakt. En dit kan ik gewoon zo bij mij op de zaak op de muur ergens gaan hangen. Deze is dan voor Mamu. En deze is dan van Mika. En ook nog eens precies in de kleuren. Zoals ze eigenlijk op mijn website staan. Echt super gaaf. Dank jullie wel, dames. Onder deze video post ik hun Instagram pagina. Dan kunnen jullie kijken hoe creatief ze zijn. Jongens, mijn zalm is bijna klaar. Mijn rijst is klaar. We gaan even snel een saladetje maken. En dan gaan wij lekker tafel dekken en eten. En terwijl ik aan het eten ben, ga ik deze vlog snel editen. Want ik wil hem vandaag online posten. Dus hierbij, thanks voor het kijken. Duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Als je nog niet bent geabonneerd. Bye bye.